Van harte welkom bij de vierde aflevering in onze Bijbelstudieserie Verbonden met Israël. Een serie waarin ik in gesprek ga met sprekers van Christen voor Israël. En in dit derde seizoen van Verbonden met Israël zoomen we in op het thema Israël in de eindtijd. Ik heb bij mij te gast hier dominee Frank Heikoop, voorzitter van Christen voor Israël. Frank, van harte welkom. Ja. Ons thema van vandaag is de strijd om Jeruzalem. Want er is in het verleden en ook tot op de dag van vandaag behoorlijk wat strijd gevoerd, hè, om die stad. Ja, ja, dat een rode lijn in de Bijbel. Hè, het begint meteen al bij Melchizedek in Genesis 14. En heel vaak kom je die stad tegen en dat loopt helemaal tot aan het eind van de Openbaring. Mm-hmm. Hè, tot dat bijzondere moment dat het nieuwe Jeruzalem op aarde zal komen. Ja, ja, ja. We hebben in de eerste aflevering hebben we met dominee Willem Glashouwer uitgebreid over het belang van de stad Jeruzalem gepraat. Maar nog even kort, waarom is die stad Jeruzalem eigenlijk een van de meest betwiste steden ter wereld? Misschien wel de meest betwiste. Ja, ik denk dat de diepste reden er is omdat God daar zijn woning wil hebben. Mm-hmm. He, omdat God daar op een bijzondere manier op deze aarde aanwezig wil zijn. Mm-hmm. En dat heeft hij gedaan door bij Abraham al te laten zien, he, dat op de berg Moria, dat hij zelf een offer geeft waardoor Isaac mag leven. Nou, later is dat in de tempeldienst is dat op allerlei manieren verbeeld. He, dat de zonde van de Israëlieten en van ons mensen vergeven worden doordat God zelf voor die offerdienst zorgt. En hij wilde daar op die plek, die tempelberg, wilde hij op een bijzondere manier aanwezig zijn. Ja, en dat eigenlijk door de hele Bijbel heen. Hè? Heeft Jeruzalem die speciale plek door het feit dat de tempel er was. Het is de hoofdstad van Israël geworden in de tijd, het koninkrijk Israël. Ja. En waar zien we dat nog meer terug, die stad Jeruzalem in de Bijbel? Van begin tot het einde. Een heel bijzonder moment vind ik ook als Jezus op een gegeven moment de stad ziet. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment in tranen uitbarst. Hè? Mm-hmm. Als Jeruzalem zich niet wil bekeren. Als je eraan denkt dat op een gegeven moment er nog grote rampen zullen gaan gebeuren voor Jeruzalem. En je leest van de Heer Jezus eigenlijk een paar keer dat hij huilde. Hè? Ja. Je leest het in Golgotha. Ja. Waar hij haast bezweek onder de beker die hij moest drinken, hè, de toorn van God. Je leest het ook bij zijn vriend Lazarus, die op een gegeven moment overleden is. En Johannes, daar staat dan het allerkortste vers van de Bijbel. Jezus weende. Twee woorden maar. Hè. Dus het is later zo ingedeeld om er nog eens extra de nadruk op te leggen. Dat Jezus huilde over dat verdriet wat mensen hadden over de dood. Ja. En die derde keer is dus als hij Jeruzalem ziet. Dus dan moet Jeruzalem hem toch ook ontzettend veel gedaan hebben. Hè? Het moet heel aangrijpend geweest zijn. Ja, maar wat greep hem dan zo aan? Want je zou zeggen, Jezus is de verlosser van hemel en aarde. Hij wist wel waar het allemaal naartoe gaat met de stad. Waarom huilde hij dan toch? Ik denk omdat de tempeldienst was er toen, op dat moment dat hij daar was. Die tempel was een schitterend gebouw, een geweldig iets. Een van de mooiste dingen uit de oudheid. Daar werd de God van Israël gediend. Mm-hmm. Daar werden die offers gebracht. En daar zou hij het volmaakte offer gaan brengen. Mm-hmm. Ja, en als je dan weet dat heel die stad verwoest zal worden, dat die tempel kort en klein geslagen zal worden, dat het volk Israël daar grotendeels verdreven zal worden. Er zijn altijd wel een aantal Joden gebleven, maar toch de meeste Joden hebben sindsdien eeuwenlang een zwervend bestaan gehad. Hè. Zijn eigen volk, waar hij zich natuurlijk ook zo mee verbonden voelde. Ja. Dus ik denk dat toen hij die schitterende stad zag waar nog zo ontzettend veel zou gebeuren, dat dat hem enorm raakte. Dat is wel apart. Ik vind ook, ja, ik weet niet of we dat ook op onszelf mogen toepassen, maar jij woont in Harmelen volgens mij, hè? Ja. Heb jij ooit gehuild om Harmelen? Nog niet. Nee, maar die verbondenheid zeg maar met een plek op aarde, die is wel heel bijzonder bij het Joodse volk, hè? Ja, ja. En het heeft natuurlijk ook een hele trieste kant, denk ik. Van, kijk, de Heere God die wil contact maken met ons mensen, wil ons nabij zijn, hè, zoals er uiteindelijk ook staat van het nieuwe Jeruzalem. God zal bij de mensen wonen. Hè, dat is het doel van Jeruzalem. God bij ons. Ja. En in plaats van dat hij dan juichend wordt binnengehaald, wordt hij bestreden. Wordt hij eigenlijk geprobeerd
eruit te duwen. Hè? En ja, dat is denk ik de weerstand van mensen tegen de God van Israël. Ja, die tot uiting komt ook in de manier waarop wij in de geschiedenis met Jeruzalem zijn omgegaan. Ja, ja. Ja. Maar Jezus had dus die hele intieme band, zou ik bijna zeggen, met die stad Jeruzalem. Hoe voel je dat zelf? Heb jij zelf ook zo'n band met Jeruzalem? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Mm. Ja, een hele bijzondere plek. Hè. Het is altijd een heel apart iets dat, ja, God is in de hemel, maar hij maakt toch contact met ons mensen. Mm. En dat is niet een soort, ja, algemene kennis of zo die over de hele wereld verspreid wordt. Mm. Nee, de Heere God gaat heel specifiek gaat hij te werk. Hij kiest één plek uit. Ja, waarom nou Jeruzalem? Hij had ook 1000 andere plekken uit kunnen kiezen. Ja. Maar om een van de redenen, dat is zijn reden, heeft hij Jeruzalem gekozen. Hij heeft ook Israël uitgekozen. Mm-hmm. Waarom nou Israël? Hij had zoveel andere volkeren kunnen kiezen. Ik denk wel eens, als je nou de Chinezen, als je daar wat mee was begonnen, dan had hij meteen al een veel groter bereik gehad of, ja, zo. Hè? Waarom zo'n klein volk? Ja, daar kom je nooit helemaal achter. Dat, uh-huh, is Gods vrijmacht. Hè? En nou ja, dan wil hij contact maken met ons. Ja, en dan komt onze weerstand, komt denk ik, naar boven. Ik denk dat die weerstand er ergens ook in zit, dat, ja, de Heere God, die heeft geen partners nodig. Hij doet het heil en de verlossing van ons mensen, doet hij zelf. Dat legt hij niet in onze handen, dat legt hij in de handen van zijn enige zoon. Dus hij kon misschien veel beter werken met een klein volk, in plaats van het grote volk, de Chinezen, zoals je net zei. Ja, ja. Het is ook een stukje, ja, een soort weerloze overmacht, denk, ja, ik. De manier waarop God werkt. Mm. Dat hij juist ook door zo'n klein volk en juist ook het onaanzienlijke van de christelijke gemeente en dergelijke, dat hij daardoor ook de wijsheid van deze wereld, de eigendunk van ons mensen wil afbreken, te schande, ja, wil maken. Ja. Ja. We hebben het in deze aflevering over de strijd om Jeruzalem. En je noemde het al even kort, er is in het verleden veel strijd geweest om Jeruzalem. We gaan het hebben over het verleden, over vandaag de dag en over de toekomst. Maar in het verleden, hoe is er gestreden om die stad? Ja, op allerlei manieren. Hè? Je ziet het al bij de dagen van koning Nebukadnezar, dat op een gegeven moment de hele stad en de tempel kort en klein geslagen is. Je ziet het daarna bij de tweede val van de tempel, hè, in de tijd van de Romeinen. Ik heb wel eens gelezen dat die bossen rondom, de bergen rondom Jeruzalem, dat die helemaal bebost waren. Maar dat die toen helemaal ontbost zijn, omdat de Romeinen zoveel hout nodig hadden om Joden aan te kruisigen. Hè, om de Joden te straffen voor de opstand tegen Rome. Dus de onvoorstelbare manier waarop daar is huisgehouden. Ja. Ik heb ook wel eens gelezen dat de Romeinen, ja, die waren eigenlijk op godsdienstig gebied, waren ze ontzettend tolerant. In de keizertijd werd er in Rome werd de ene na de andere tempel gebouwd voor Isis, voor Mithras, allerlei vreemde cultussen. En de Romeinen vonden eigenlijk alles prima. Hmm. Ze vonden alle goden prima. Er is alleen één god die ze echt gehaat hebben en dat is de God van Israël. Hoe kwam dat? Ik denk ook omdat de God van Israël zegt, ik ben de enige. Hmm. En alle andere goden, die zijn er niet. Zijn afgoden of zo. Ja. Kijk, de Romeinen die vonden het prima. Ieder volk zijn eigen goden. Komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Tolerantie. Hè, overal zit wel wat in. Maar ja, de grondbelijdenis van Israël, dat is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Is uniek. Is de enige. Alle andere goden doen er niet toe. Ja. Er is er maar één die eer mag ontvangen. Mm-hmm. En dat konden de Romeinen niet hebben. En uit wraak of zo daarvoor hebben ze dan de stad verwoest. Ja. Als we het hebben over Israël en de eindtijd, hè, en dan denken we natuurlijk automatisch aan het boek Openbaring. Wat staat er in Openbaring over de strijd om Jeruzalem? Heel interessant, heel mooi vind ik dan ook Openbaring 11. Mm-hmm. Hè. Daar staat ook dat de stad Jeruzalem zal vertreden worden door de heidenen. Mm-hmm. Hè. Dus allerlei niet-Joodse volkeren zullen daar door die stad heen marcheren en dergelijke, innemen, erom vechten en zo. Nou, dat zie je in de geschiedenis hoe dat gegaan is. Hè? De kruisvaarders, de Turken, de Arabieren, de Byzantijnen, de Engelsen. Heel veel keren is Jeruzalem van eigenaar veranderd. Ja.
telkens is er om gestreden. En dan wordt er ook aangegeven van totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Ja. Het houdt een keer op. En ja, dat vind ik dan heel erg mooi om te zien. Dat als je kijkt in 1948, toen is Israël op een gegeven moment ontstaan. Is er die onafhankelijkheidsoorlog geweest. En toen heeft Jordanië bijzondere gedeelte, de oude stad van Jeruzalem, veroverd. Mm-hmm. Die hebben toen van Joodse synagoges en graven en zo, hebben ze gewoon urinoirs gemaakt. Mm. Hè? En stenen om over te lopen. Nou, ja. Dat is natuurlijk de meest letterlijke vorm van vertrappen. Ja. En ontheiligen. En ontheiligen, precies. Ja. Ja. Ja, hè, waar die oude haat weer naar boven komt. Ja. En je zegt dat in Openbaring 11 staat. Ik heb het hier opengeslagen. Maar Openbaring 11, daar staat bij mij boven de twee getuigen. Wat hebben die twee getuigen eigenlijk dan te maken met dit onderwerp? De strijd om Jeruzalem. Dan denk ik dat Jeruzalem zal vertreden worden. Dan staat er ook 42 maanden lang, 3,5 jaar. Ja, daar kun je weer hele gesprekken over hebben wat daar precies bedoeld wordt. Maar in ieder geval betekent het van een bepaalde periode. Mm-hmm. Het houdt een keer op. Jeruzalem wordt vertreden totdat. Ja. En waarom die vertreding? Waarom al dat gedoe? Ondertussen zijn er twee getuigen bezig die het evangelie van God verkondigen. Ja. Dus waarom, ik denk er dan bij, waarom grijpt God niet meteen in en zegt hij van dit is mijn stad en jullie blijven er vanaf? Hij geeft nog tijd, nog ruimte voor die twee getuigen om het evangelie te verkondigen. Dus de evangelieverkondiging. Ja. En, ja. Dus die twee gaan eigenlijk hand in hand, zeg maar, het oordeel over Jeruzalem, zodat de twee getuigen hun werk kunnen doen. Is dat hoe ik het moet begrijpen? Ja, precies. God laat het nog toe dat zijn volk verdrukt wordt, dat Jeruzalem vertreden wordt, zodat die twee getuigen het evangelie kunnen verkondigen. Mm-hmm. En dan denk ik op grond van andere teksten over de hele aarde. Hè, wat Jezus zegt, want het evangelie zal verkondigd worden tot aan de uiteinde van de aarde. Ja. Hè, en dan zal het einde komen. Ja. Dus die twee getuigen, er is wel eens over nagedacht, wie zijn dat nou precies? In de traditie van de reformatie is nogal eens gezegd, Luther en Calvijn. Aha. Nou, dat lijkt me uitstekend koppel om daarvoor aan te wijzen. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk ook anderen aanwijzen. Maar ik denk dat het bij die tekst ook gaat over, uit de mond van twee getuigen zal de waarheid uitgaan. Mm. Dus dat het evangelie betrouwbaar op een goede manier de wereld in zal gaan. Daarom wacht de Heere God nog met het definitieve einde, de wederkomst van Jezus Christus. En als die twee getuigen hun werk gedaan hebben, als het evangelie verkondigd is, nou dan zal op een gegeven moment dat vertreden door de heidenen ophouden. Ja, want is dit nog iets wat in de toekomst gaat gebeuren? Of geloof jij dat het iets is wat nu al aan de gang is of wat in het verleden is gebeurd, die vertreding van Jeruzalem? Dat is in het verleden gebeurd. En ja, ik zou zeggen sinds 1967, sinds Israël dat deel heeft ingenomen, is dat toch alweer anders geworden. Ja. Nou, denk ik ook nog wel eens, als ik daar dan enorme duizenden, soms tienduizenden mensen zie opmarcheren zo naar Jeruzalem om Allah daar te gaan aanbidden, daar word ik dan persoonlijk ook niet zo heel erg vrolijk van. En dan denk ik ook wel weer een beetje aan dat vertreden. Hè? Ja. En dat juist op die plek waar God wilde wonen, ja, dat daar nou Allah vereerd wordt. Mm. En voortdurend diensten tot zijn eer worden gehouden, dan denk ik van dat vertreden, dat is nog niet helemaal voorbij of zo. Nee, nou ja, goed, dat brengt ons een beetje in het heden. De situatie op dit moment, ik bedoel, heel veel kijkers zullen misschien wel eens in Jeruzalem zijn geweest. En je weet van, nou, er is onderhuids is er van alles gaande. Er is een conflict tussen Israël en de Palestijnen. Maar aan de andere kant kun je ook wel redelijk veilig in Jeruzalem rondlopen meestal. Hè? Dus in hoeverre is die strijd op dit moment gaande? Kijk, dat je er veilig rond kan lopen, dat is inderdaad, waar. En dat is dankzij de verovering van de oude stad is dat zo. Ook dat Joden gewoon weer vrij toegang hebben tot de klaagmuur. Hè? Ja. Maar het is toch ook wel zo, als je daar bent, hè, ja, je voelt zo'n beetje de spanning. Mm. Hè? Wat is die spanning? Kun je dat schetsen? Nou ja, dat aan de ene kant heb je dan Joden die daar allemaal staan te bidden op de voor hen meest heilige en bijzondere plek op deze aarde. Ja. Heel triest vind ik dan ook, ja, de klaagmuur, hè, de resten van het tempelplein. En de echte tempel die ze zo graag zouden
zien die daar zou moeten komen, ja, die is er niet. Ja. En dan ondertussen op dat tempelplein, ja, wordt er dan, hoor je al die gezangen, hè, die gebedsoproepen en zo, steeds harder, zodat je ze op de klaagmuur ook af en toe kunt horen. Nou ja, Joden mogen in principe daarboven niet komen. Alle niet-moslims worden hoe langer hoe meer daar tegengehouden en zo. Je mag daar geen Bijbel hebben of zo op het tempelplein. Hè. Ja. Dus ja, je voelt de spanning. Dus op religieus vlak voel je de spanning. En zijn er nog meer soorten spanningen rondom Jeruzalem? Ja, ik denk op allerlei gebieden. Hè. Godsdienstig, die diensten aan die, hè, die zo heel dicht bij elkaar liggen. Politiek is het natuurlijk een kruidvat van hier tot Gunder. En ook heel apart dat er momenteel ook hele uitgravingen plaatsvinden. Mm-hmm. Daar onder het tempelplein. Mm-hmm. Nou ja, daar heb je de stallen van Salomo. Daar worden oude resten gevonden van de eerste tempel die door Salomo was gebouwd. Ja, dat is archeologisch, is dat heel jammer, heel triest dat men dat zit uit te graven. Ja. En dan vervolgens gaan er allerlei wagens met puin, die gaan dan worden naar buiten Jeruzalem gereden. Daar komen dan weer Joodse archeologen en die gaan dan dat helemaal, dat puin zitten uitzoeken, vinden daar nog wel eens bijzondere dingen. Mm. Dus op allerlei manieren merk je de spanning die daar is. Hè, van door moslims wordt momenteel ontkend dat daar ooit een tempel gestaan heeft. Terwijl dat toch eigenlijk, ja, ook moslims zeiden dat 80 jaar geleden nog wel, dat vrij duidelijk was dat daar de tempel van Salomo had gestaan. Ja. Maar zelfs al, wat is daar in het verleden nou gebeurd? Zelfs dat wordt ter discussie, zelfs daar wordt om gestreden. Ja. Ja. Zelfs de geschiedenis wordt in twijfel getrokken. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Hey, en als we dan kijken bijvoorbeeld naar de wereldpolitiek. Hè? Want grappig genoeg, ja, ik vind het altijd wel interessant om te zien dat in alle landen iedereen wel een mening heeft over Israël, over Jeruzalem. Je hebt het zelf gezien, recent hebben we de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland gehad. En verschillende partijen, volgens mij bijna allemaal, hebben wel iets over Israël en Jeruzalem in hun verkiezingsprogramma staan. Dat is best apart, toch? Ja, ja. Zelfs seculieren, die helemaal niet zo bezig zijn met de Bijbel. Ja, ja. Seculiere partijen, die zijn er toch mee bezig. Hoe kan dat? Ja, daar zie ik ook een beetje een vervulling in van de profetie van Zacharia. Hè, dat die zegt van, ja, Jeruzalem, dat zal zijn als een steen des aanstoots. Hè, een bedwelmende schaal. En daar zullen alle volken van de wereld zich aan vertillen. Ja. Hè. Met andere woorden, iedereen die bemoeit zich ermee. En alle plannen tot nu toe zijn ook zo'n beetje doodgelopen. Uh-huh. Kun je een voorbeeld geven? Een van de meest aparte voorbeelden vind ik wel dat bijvoorbeeld president Clinton destijds in Amerika, die is de laatste half jaar van zijn 8 jaar durende presidentschap, is hij eigenlijk alleen nog maar, heeft hij alles geprobeerd om vrede te stichten in Jeruzalem. Mm-hmm. En ondanks dat Amerika een supermacht is, ondanks dat hij daar al zijn energie en tijd een half jaar lang in gestopt heeft, alles wist hij op een gegeven moment van Jeruzalem. Ze vertelden dat hij ieder hechtje en stegje in Jeruzalem wist en kende van, ja, hoe kunnen we die zaak nou een keer gaan opdelen en zo. Ja. En dan nog, dan lukt dat gewoon niet om daar op een gegeven moment vrede te krijgen. Ja. Ja, en ik denk persoonlijk, dat daar zal alleen de Messias, zal alleen Jezus Christus, zal in staat zijn om die vrede daar te brengen. Ja, hè? En de Verenigde Naties, wat hebben die eigenlijk voor rol? Als je het, ja, we kunnen wel een hele gesprek over de Verenigde Naties hebben, maar meer zeg maar in het licht van wat er in de Bijbel over staat. Kan je daar je dingen over vertellen? Ik denk dat de Verenigde Naties, dat is bij uitstek, hè, van die naties. Waar Psalm 2 over spreekt, hè, die naties, die volkeren van de aarde, die woeden, die zich keren tegen de God van Israël en tegen zijn gezalfde, Jezus Christus, en tegen zijn volk en tegen Jeruzalem. Ik denk dat bij uitstek wel bij de Verenigde Naties ook naar boven komt. Ja. Die zijn natuurlijk eigenlijk helemaal geobsedeerd door Jeruzalem. Dus het is opmerkelijk, hè? De Verenigde Naties nemen opmerkelijk veel resoluties of moties aan tegen Israël. Veel meer dan bijvoorbeeld tegen Syrië of Noord-Korea. Waar komt die focus op Israël dan eigenlijk vandaan? Heeft dat ook iets te maken met wat in de Bijbel genoemd staat over vijandschap tegen Jeruzalem? Ja, ja.
Ja, dat denk ik wel. Die constante strijd van de Heere God die bij ons mensen wil wonen, contact zoekt. En aan de andere kant, ja, dat de volkerenwereld de neiging heeft hem tegen te werken en eruit te duwen. Ja. Ik denk dat dat bij uitstek ook bij Jeruzalem naar voren komt. Hè? Kijk, er zijn natuurlijk allerlei conflicten op deze wereld. En heel veel van die conflicten zijn eindeloos veel ernstiger dan het conflict rondom Jeruzalem. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook niet mis of zo, maar goed, er zijn heel veel burgeroorlogen, hè, waar tienduizenden doden vallen in een jaar. Maar toch blijft dan heel de wereld helemaal gefocust op Jeruzalem, willen wat over te zeggen hebben, heeft er een oordeel over, vindt dat het op een bepaalde manier moet. Inderdaad, alle Nederlandse politieke partijen, ook al zitten ze met één zeteltje in de Tweede Kamer, hebben toch een mening over Jeruzalem. Die gaan vertellen hoe het daar moet en zo. Dus ik denk dat dat iets een teken daarvan is. Die kracht van de Heere God en ook de weerstand die het bij mensen oproept. Ja, we hebben het gehad over de strijd in het verleden en de strijd in het heden. Laten we gaan kijken naar de toekomst. Want daar staat in de Bijbel ook dingen over beschreven. Wat weten wij over de strijd om Jeruzalem die nog in de toekomst gaat plaatsvinden? Er staat op een gegeven moment ook, hè, in Openbaring dat zeg maar de heidenvolkeren die trekken op tegen Jeruzalem, tegen de heilige stad. Dus met andere woorden, op een of andere manier blijft Jeruzalem blijft in het centrum staan van aandacht. De aandacht. Ja. Ja. En dat komt denk ik ook, hè, dat het volk Israël weer terug is gegaan naar het beloofde land. Dat ze op een gegeven moment Jeruzalem weer heroverd hebben. Ik zie daar ook tekenen in van dat Gods oorspronkelijke bedoeling op een of andere manier dichterbij komt. Hij wil in Jeruzalem wonen. Ja. Hij wil daar door zijn volk gediend worden. Hij is de God van Israël. En Jezus is de koning van Israël. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat Jezus terugkomt en het volk Israël er niet meer is. Nee. Of dat volk Israël her en der over de wereld woont. Nee, hij wil daar, in Israël wil hij contact maken met zijn volk. En daar in de eerste plaats wonen. Maar tegelijkertijd, die volkeren die trekken op tegen Jeruzalem. Maar hoe gaat God dan ingrijpen om te voorkomen dat Jeruzalem vertrapt gaat worden? Dan denk ik dat hij de geschiedenis zo zal leiden. Ja. Dat hij daar in Jeruzalem, in Israël, als Jezus Christus terugkomt, dat hij daar zijn volk kan ontmoeten. Ja, ja. En die strijd, hè? Moet je dat echt zien als een fysieke strijd die nog gaat komen? Dat er echt een oorlog komt in Israël? Of moet je dat meer symbolisch zien of geestelijk zien? Ik zou zeggen allebei. Het blijft zeg maar een geestelijke strijd tot op het moment dat Jezus terugkomt. Dan valt de definitieve beslissing. Ja. Tot die tijd zal er altijd de weerstand zijn tegen de Heere God. Ja. Ja, en die uitzicht denk ik ook gewoon door legers en door machtsvertoon en door politieke strijd. Ja, dus echt gewoon zoals we nu oorlogen kennen, dat gaat ook nog in de toekomst gebeuren, zeg je? Dat zo stellen, ja, ik vind het heel moeilijk om het me voor te stellen. Ja, ik probeer het een beetje concreet te maken, vandaar. Ja, ja, kijk, ik denk bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld zo'n atoombom, hè, die Iran dan probeert te maken. Ja, inmiddels raak je een beetje gewend eraan dat het nog duurt. En dan denk je van, nou, het zal nog wel een hele tijd duren. Ja. Maar ja, misschien dat ontwikkelingen toch ineens heel snel kunnen gaan. Ik moet altijd maar een beetje denken van, ik weet nog, in 1989, voordat de muur viel. Hè, toen dacht ik van, nou, wat enorm triest als je in Oost-Europa woont, want er verandert nooit wat. Maar in één keer, in een half jaar tijd, waren die regimes waren gevallen, zag de hele wereld er anders uit. Hè? Ja. Dus zo stel ik me ook een beetje voor, ja, ineens kan de geschiedenis soms in een soort stroomversnelling raken. Een soort kanteling van de precies. geschiedenis eigenlijk, ja. En hoe dat dan precies gaat, weet ik niet. Maar dan, ja, ik stel het me wel zo voor dat Israël misschien nog eens in hoge nood zal raken. Ja. Ja, en wat is dat een prachtig moment voor Christus om dan als verlosser, hè, zijn volk te hulp te schieten. Ja. Ja, nou ja, we hebben, als we de geschiedenis bekijken en het heden en de toekomst, zien we dat Jeruzalem als stad, als plek waar God wil wonen, geen gemakkelijke tijd heeft, om het zo te zeggen, en zijn volk ook niet. Als wij als christenen zeg maar hier allemaal ons in verdiepen en ermee bezig zijn, wat is eigenlijk onze opdracht als het gaat om Jeruzalem? Verwacht God van ons dat wij ook naar Jeruzalem gaan om daar te verdedigen? Of wat kunnen we doen?
Ik maak het graag een beetje praktisch, zeg maar. Wat verwacht God van mij? Ja, ja. Ik denk gebed, machtigste wapen. Hè, dat je altijd, zoals in de Bijbel ook zegt, bidt om de vrede van Jeruzalem. Ja, en aangezien die vrede, die zie ik niet gauw door mensen gerealiseerd worden. Mm-hmm. Is bidden om de vrede van Jeruzalem, is eigenlijk bidden om de wederkomst van Jezus Christus. Ja, ja. En daarnaast denk ik, ja, Israël steunen waar dat kan, hè, op allerlei manieren. Die strijd wordt ook op juridische manier gevoerd, hè, met in de Verenigde Naties en dergelijke. Ja. Ja, dat wij proberen Israël te steunen daarin, Israël te zegenen, aan de kant van Israël gaan staan. Ja. En nou ja, maar hopen dat dat iets uitwerkt. Maar hoe kan je dat praktisch doen? Is eigenlijk jouw oproep van Sarah, ga thuis met je familie en met je vrienden erover praten of zo? Of moet je meer doen? Of hoe moet ik dat een beetje... Ik kan me voorstellen, mensen zitten thuis en ze denken, oké, ik vind Jeruzalem ook belangrijk. Ik vind het heel oneerlijk dat Jeruzalem altijd weer focus is van dingen. Maar ik wil wat doen. Moet ik een brief gaan schrijven naar politici in Nederland? Dat zou op zijn tijd best wel eens een keer kunnen. Ja. Ja. Ja, het is een beetje moeilijk, hè? We kunnen niet met z'n allen naar Jeruzalem gaan. Nee. En als je iedere week een brief gaat schrijven, dan wordt het op een gegeven moment heeft het ook weinig effect meer. Ja. Maar er zijn natuurlijk toch wel eens momenten, hè, dat het er omspant. Ja. En het dan voor staan, denk ik. Dat en dan best, het voor opstaan, ja. En wat Christen voor Israël doet ook, zeg maar, ja, een heel concreet ook projecten in Israël en in Jeruzalem steunen. Hè, waarmee het Joodse volk een hart onder de riem steekt. Ja. Ik denk dat dat heel goed is. Iets van die bewogenheid met de Heer Jezus over Jeruzalem ook meevoelen. Mm. Hè. Liefde hebben voor die plek waar God wilde wonen. En, en zal wonen. Ja. En ik denk als er in de kerk een hoop bewogenheid is over Jeruzalem, dan gaat dat op een of andere manier ook wel doorwerken, denk ik. Hoe gaat die strijd uiteindelijk eindigen? Die strijd om Jeruzalem? Nou, ik vind het altijd heel mooi dat Jeruzalem, hè, Ir Shalom, de stad van vrede, dat is in het Hebreeuws Jerusalem. Mm-hmm. Dat is een meervoudsvorm van twee. Dus Joden zeggen er zijn eigenlijk twee Jeruzalems. Uh-huh. Het ene is hier op aarde. En dat is de stad van vrede waar eindeloos over gestreden is. En eigenlijk helemaal geen stad van vrede is. Maar het wel zal worden. Uh-huh. En wanneer zal het dat worden? Er is ook nog een hemels Jeruzalem. Uh-huh. Dat is het tweede Jeruzalem. Ja. En dat is het Jeruzalem zoals God het helemaal wil hebben. En die twee horen bij elkaar eigenlijk. Ja. Je zou kunnen zeggen, nu zijn er nog twee, ze zijn gescheiden. Mm-hmm. Maar de Bijbel eindigt ermee dat hemelse Jeruzalem zal neerdalen hier op aarde. Mm-hmm. Nou, ik denk ook heel concreet daar waar Jeruzalem is. Mm-hmm. He, dus die twee zullen als het ware weer één worden. Ja, hoe gaat dat zijn, dat moment, dat die twee één worden? Vertelt de Bijbel daar iets over? Dan gebeurt er denk ik van alles en nog wat. Hè? Dat is de jongste dag, de dag van de wederkomst. Hè? Dan komt het oordeel, God zal richten onder de volkeren. Mm-hmm. De opstanding zal plaatsvinden, de vernieuwing van de aarde zal plaatsvinden. Dus ja, een fantastische dag. Een dag om naar uit te kijken. Dag om naar uit te kijken, ja. Ja, ja. Ja, mooi. Dankjewel Frank Heikoop voor jouw toelichting. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Verbonden met Israël. En wij vinden als Christen voor Israël het belangrijk om onderwijs te geven, Bijbels onderwijs over Israël. Als u dat nu ook belangrijk vindt, dan kunt u het werk van Christen voor Israël steunen met een gift. En dat kunt u doen door een gift over te maken via cvi.nl/geef. En als u geïnteresseerd bent om meer te leren over Israël, dan verwijs ik u graag door naar het YouTube-kanaal van Christen voor Israël. En daar kunt u allemaal Bijbelstudies en allerlei andere interessante video's terugvinden. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.